Het ministerie van Economische Zaken heeft de prijzen voor basis- en strategische goederen voor de periode 7 tot en met 20 oktober uitgegeven. Zo mag een kilo uien niet duurder zijn dan 55 SRD en 80 cent. En mag een kilo aardappel niet duurder zijn dan 48 SRD en 95 cent. De volledige lijst is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving roept het ministerie de bevolking op de klachten door te spelen aan een departement. Minister Riad Noor Mohammed van OW heeft 3 oktober het startsein gegeven voor het bezanden van de linkerzijde van de Toetlivo-kanaalweg. Volgens Provin Lakhi, districtshoofd Wanica, was deze weg slecht begaanbaar, vooral tijdens de zware regenperiodes. Ook de wegen van Houttuin en Maretraite project zullen worden aangepakt. Het districtshoofd geeft aan dat er momenteel 12.500 kub zand beschikbaar gesteld zal worden voor de werkzaamheden. Indersing Gangabisoen Singh, directeur van Openbaar Groen en Afvalbeheer, geeft aan dat niet alleen de zandwegen worden aangepakt, maar ook het afwateringssysteem, de kanalen en de goten. De brandweer roept de bevolking op tot voorzichtigheid tijdens extreme droogte. In deze periode is het advies geen huis- en tuinvuil te verbranden. In de afgelopen 3 weken zijn er 6 gevallen geweest van huis- of tuinvuilbranden die zijn overgeslagen op woningen. De afgelopen week kwamen er rond de 200 meldingen binnen van grasbranden, wat volgens de brandweer schrikbarend hoog is. Brandweervoorlichter Alten Pinas zegt dat er extra voorlichting ingezet zal worden in de komende tijd.